Rupsje nooit genoeg. 'S Nachts ligt er in het maanlicht een eitje op een blad. En op een mooie zondagmorgen komt de zon stralend en warm op, kruipt uit het eitje, knak, een hongerige rups. Hij gaat op weg om eten te zoeken. Op maandag eet hij zich dwars door een appel heen, maar genoeg heeft hij nog niet. Op dinsdag eet hij zich dwars door twee peren heen, maar genoeg heeft hij nog altijd niet. Op woensdag eet hij zich dwars door drie pruimen heen, maar genoeg heeft hij nog altijd niet. Op donderdag eet hij zich dwars door vier aardbeien heen, maar genoeg heeft hij nog altijd niet. Op vrijdag eet hij zich dwars door vijf sinaasappels heen, maar genoeg heeft hij nog altijd niet. Op zaterdag eet hij zich dwars door één stuk chocoladetaart, één ijsje, één zuur snoepje, één stukje kaas, één stuk worst, één lolly, één stuk vruchtencake, één worstje, één taartje en één stuk meloen. Op die avond heeft hij pijn in zijn buik. De volgende dag is een zondag. Het rupsje eet zich dwars door één groen blad heen. Hij voelt zich nu een beetje beter. Hij heeft nu geen honger meer. Hij heeft echt genoeg. En hij is nu ook niet meer klein. Hij is een grote, dikke rups geworden. En die grote rups bouwt een klein huisje voor zichzelf. Het huisje is een kokon. Daar blijft hij meer dan 2 weken in zitten. Dan maakt hij een gat in de kokon, kruipt naar buiten en is een wonderschone vlinder. Amai, rupsje nooit genoeg vindt wel heel veel dingen lekker. Weten jullie wat de juffen van de klas heel lekker vinden? Nee? Ik zal het jullie eens laten zien. Juf Julie eet graag een stukje watermeloen. Juf Christel eet graag een kiwi. Juf Tine eet graag de rode appel. Juf Veerle eet graag een stukje ananas. Juf Aniek eet graag een ijsje. Juf Hendrike eet graag aardbeien. En een stukje chocolade. Dat is wel allemaal heel lekker, hè, wat de juffen graag eten. Wat eten jullie eigenlijk graag? Dat weten wij nog niet. Misschien moeten jullie ook
een fotootje maken van wat jullie lekker vinden. Ik ben eens benieuwd en ik denk dat de andere kinderen in de klas ook wel benieuwd gaan zijn wat jullie graag eten. Dus vraag maar aan je mama of je papa om een fotootje te maken van jou met wat jij het lekkerste vindt. Goed? Dag! Tot snel!